Wethouder Timon de Weger is afgetreden. Hij nam dat besluit nadat de fractie van de ChristenUnie SGP uit de coalitie stapte, naar aanleiding van de invoer van de wekelijkse koopzondag in de gemeente Woerden. Nadat afgelopen week een lijmpoging door D66-fractievoorzitter Heert-Jan Hogevee mislukte, zat er voor de Weger niets anders op dan zijn functie beschikbaar stellen. In de raadsvergadering van 21 december, jongstleden, heeft de fractie van de ChristenUnie SGP aangegeven niet langer deel uit te maken van de coalitie. Ik vertel u geen nieuws. Ik heb die avond aangegeven me op mijn positie als wethouder te beraden. Omdat lijmen een van de door de heer Hogeveen toen genoemde opties voor de verkenning was, daarom niet meer en niet minder. Ook heb ik gezegd dat ik achter mijn fractie sta. Dat is vanzelfsprekend nog steeds het geval. Uit het verslag van de heer Hogeveen blijkt dat de stap uit de coalitie voor de ChristenUnie definitief is. Lijmen is dus geen optie. Daarmee is het politieke mandaat voor mij als wethouder ook vervallen. Dat betekent dat ik u als raad een brief ga schrijven waarin ik mijn ontslag aanbied. Heert-Jan Hogeveen stelt de raad voor om in te zetten op een minderheidscollege. Onze inzet was in eerste instantie om te kijken of het mogelijk zou zijn om de ontstane breuk te lijmen. Om die reden voerden we eerst het gesprek met de ChristenUnie-SGP. De conclusie uit dat gesprek was glashelder. De ChristenUnie-SGP ziet geen mogelijkheid om geloofwaardig voor haar eigen achterban verder te gaan in een coalitie. Uit de overige gesprekken bleek duidelijk dat geen van de andere partijen veel heil ziet in het formeren van een nieuwe coalitie. De duur van zo'n formatie, de korte tijd die ons rest tot aan de volgende raadsverkiezingen, zijn daarvoor de reden. Wat dan overblijft is een minderheidscollege gevormd door de huidige coalitiepartijen. En dat levert een vraagstuk op. Onder welke voorwaarden zijn die resterende coalitiepartijen bereid om die verantwoordelijkheid te dragen? En onder welke voorwaarden zijn de overige partijen bereid om daar steun aan te verlenen? En dat moeten we bij elkaar zien te krijgen. Het goede nieuws is dat ik daartoe zeker mogelijkheden zie. Voorzitter, daarmee kom ik aan het einde van mijn inleiding. Mijn voorstel is helder. Minderheidscollege, komende maand tijd om het coalitieakkoord om te werken tot een stabiele basis voor het bestuur van Woerden in het komende jaar. En een college dat doorwerkt voor onze inwoners. Een minderheidscollege houdt in dat de plaats van Timon de Weger niet wordt opgevuld en de zittende wethouders aanblijven. Dat is volgens Hogeveen, kijkend naar wat de gemeenteraad wil, de enige mogelijkheid. Nou ja, er is nu wethouder de Weger is opgestapt en dat vind ik ontzettend jammer, dat ten eerste. Maar de ChristenUnie-SGP, de fractie van wethouder de Weger, heeft aangegeven dat zij niet meer in deze coalitie willen stappen. Alle partijen hebben gezegd, ja, we willen ook geen nieuwe coalitie formeren. Dus ja, dan is dit de enige oplossing. Hoe lang denkt u dat, ja, je kan toch spreken van dit formatieproces zal duren? Nou, ik denk niet dat het een echt formatieproces is. Dat duurt altijd wel lang. Maar we willen wel eventjes gewoon wel een paar weken de tijd nemen om met elkaar gewoon goed te doordenken van, nou ja, wat willen de partijen die gaan gedogen? Wat willen de partijen die bestuursverantwoordelijkheid blijven dragen? En daar moet je met elkaar uitkomen. En dat moet je ook wel goed met elkaar doordenken, want we willen niet dat over een half jaar een of ander voorstel in de raad wordt aangenomen waar eigenlijk geen partij verantwoordelijkheid voor wil gaan dragen en daardoor alsnog zijn wethouder terugtrekt. Dan hebben we weer een crisis. Er zou nog een ander scenario mogelijk zijn geweest. Namelijk dat het CDA een nieuwe coalitie zou proberen te formeren. Die wens werd door verschillende partijen uitgesproken, maar daar is Arjan Noordhoek van het CDA geen voorstander van. Op dit moment niet, nee. Er is een coalitie die in minderheid is. Die hebben een probleem. Die hebben in de decembervergadering hebben ze met elkaar afgesproken dat de grootste partij, D66, die zou het voortouw nemen. Die is met een eerste stap gekomen, een conclusie. En die heeft een voorstel gedaan nu om een tweede stap te zetten. En ik vind dat die het gewoon af moeten maken. Kijk, en als dat niet zou lukken, heb ik ook aangegeven, dan zijn wij zeker er om het over te nemen, in welke vorm dan ook. Maar wij vinden eerst nu dat de coalitie waar een probleem is, dat daar ook opgelost moet worden. Als het dan onszelf gaat, dan is het op dit moment ook een mogelijkheid natuurlijk om een aantal onderwerpen in te brengen in de gesprekken, om daar ruimte te krijgen voor de komende tijd, die nu in het coalitieakkoord gevoelig lagen. En dat doe je dan met z'n achter. En welke onderwerpen zou u dan willen inbrengen?
Nou ja, het sociaal domein, daar is nog geen begroting over afgesproken. Daar willen we in het proces ook dat de Raad daar meer bij betrokken is. Woningbouw heb ik al eerder bij u ook gemeld, dat we heel erg belangrijk vinden. Statushouders komt heel veel naar ons toe. En natuurlijk, de Westelijke Randweg is een onderwerp waar we toch ook procesafspraken moeten maken. Dat het niet helemaal stilgezet wordt, maar dat we echt wel naar de toekomst kijken en dat we daar ook geen blokkade zien. Door verschillende partijen is voorgesteld het maken van afspraken voor een minderheidscollege te laten begeleiden door een extern adviseur of voorzitter. Hogeveen denkt begin volgende week te laten weten of hij met dat voorstel akkoord gaat. Het dubbelspoor op het traject Leiden-Alphen-Utrecht dat jaren geleden werd toegezegd, is opnieuw uitgesteld. GroenLinks Zuid-Holland vindt het echter onacceptabel dat reizigers op dit traject nog steeds zoveel last hebben van treinuitval. Telkens wordt het tweede spoor beloofd op dit traject, maar iedere keer weer krijgen we te horen dat dit uitgesteld wordt. VVD-gedeputeerde Floor Vermeulen is om actie gevraagd. Het nieuwe woon- en zorgcomplex Het Oude Land aan de Oudelandseweg in Woerden is deze week door aannemer De Vries en Verburg uit Stolwijk opgeleverd. De stichting Het Oude Land krijgt samen met zorgpartner Wel Thuis de beschikking over 42 zorgappartementen voor 24 uur intensieve zorg. Daarnaast zijn er 20 woonzorgappartementen gerealiseerd waar mensen zelfstandig kunnen wonen. Deze nieuwe bewoners krijgen eind januari de sleutel van hun appartement. Voor de gemeente Woerden is een simpele app Recycle Manager beschikbaar. De Recycle Manager toont de afvalkalender per adres in de gemeente Woerden. U ziet wanneer welk afval opgehaald wordt en wat de ophaaldagen tijdens de feestdagen zijn. Als u dit instelt, krijgt u een herinnering op de juiste minicontainer buiten te zetten. De afval-app is gratis te downloaden voor uw iPhone of Android-toestel. Goedendag. Het weekend blijft winterweer. Een hoge drukgebied is niet weg te branden, door de wind in de oosthoek zit, er 's nachts onverwachts flink blijft vriezen en overdag er vrij veel zon is. Dat zien we ook deze zaterdag. De zon en wolken wisselen elkaar af, er staat een zwakke oostenwind, in de ochtend vriest nog licht en de middag loopt de temperatuur op naar zo'n 3 graden. Ook de nacht naar zondag gaat flink vriezen, 6 graden, matige vorst dus. De zondag zelf doet zijn naam eer aan. Een zonnige dag, een zwakke oostenwind, in de ochtend vriest nog licht op matig en de middag loopt de thermometer op naar zo'n graad of 3. Ook de dag naar maandag blijft het vriezen. Maandag zelf, ook dan wisselen zon en wolken elkaar af. Er staat een zwakke zuidenwind en de temperatuur loopt op naar zo'n 3 graden in de middag. Tot zover het weer.